Yo mensen, Groen van DNBNL met vandaag een nieuwe video. Yes, ik heb een... Die mooie molen. Molen. Wist je dat in Suriname heel normaal was om namen om te draaien? Molen, omgedraaid bijvoorbeeld Nelon. Fijn om te weten. Jongens, aan het begin van dit jaar was ik van mening. Ik heb vorig jaar heel veel video's gemaakt over Osetutu. Dus ik dacht van dit jaar ga ik het minder doen. Ik wil nog wel. Ga ik nog steeds doen een video maken. En ik bronzen packs ga openen totdat ik een pack. Zal ik anders even één packje openen en een packen? In ieder geval, dat ga ik ook nog zeker doen. Ga ik zeker doen. Maar ik denk dus dat het heel lang gaat duren. Dus daar heb ik even heel veel tijd voor nodig zodat ik dat kan gaan doen. We hebben een rare speler. Alsjeblieft. Ja. Ja. Engels. Nee. Helaas. Hij kan onder zitten. Hij is nu natuurlijk 59 rated dit jaar. Maar toen kwam ik dit fantastische filmpje tegen op het internet. De prinses die waarschijnlijk later koningin wordt. Amalia is de oudste, toch? Dit moet ik weten. Nou, laten we maar zeggen dat ze de oudste is. In ieder geval, zij is zo'n big fan van OZ. Op de derde zong ze al zijn naam. Fantastisch. Eigenlijk heb ik het gewoon genakt van haar. Dus ja, ik weet dat je dit kijkt, Amalia. Het spijt me. Sorry. Tactical nuke incoming! Hoorde je dat? Ik werd neergeschoten. Amalia, kijk, dat vind ik wel heel overdreven om mijn huis te gaan beschieten. Omdat ik alleen een meme van je heb genakt. Sorry. What the fuck? Mijn statief klinkt alsof het een of andere zieke horrorfilm is als ik hem draai. Voordat we gaan beginnen, mensen, abonneer op mijn kanaal. Dat zou helemaal top zijn. Als je abonneert op mijn kanaal, krijg je in je volgende bronspack die je opent. Als je nu abonneert, krijg je Osetutu. Nou, dat wil je. Dat wil je gewoon. In ieder geval, dit is mijn eerste video met Osetutu dit jaar. Ik heb trouwens een rijkaart in mijn team staan. Rijkaart. Osetje in de spits. Werelds. Ja, werelds, man. Ronaldo, ja, die gaat even op de bank. Hè. Die kan er natuurlijk echt geen reet van. Vorig jaar was Osetutu in de spits echt goed. Wat is dit nou? Ik heb een Division Rivals rank 4. Pot Jandori. Ik kan me even registreren, want ik was vorige week vergeten te registreren. Daardoor, ja, jammer. En we gaan dus even inkomen, want misschien is OZ2 wel beter dan Ronaldo. Die kans is groot, hè? De stats dit jaar zijn, slecht. Hij heeft alles min 9 ook. Dat is niet goed. Dat is echt niet goed. Want hij op zo weinig chemistry staat. Op 1. Ik heb gewoon alleen maar die memes. Om te token. Ik kan niet sin. Maximum. De held. De legend. Nakajima. Zeker op het bankie. Ik heb nu allemaal verschillende soorten kaarten op mijn bank. Is dat even leuk, jongens? Dit is echt leuk. Ik heb geen éénzelfde soort kaart. Mensen, doe duimpje op deze video. Als je blij bent dat Osetutu terug is. We gaan zeker. En binnenkort packen. Ja, dat wordt echt top. Als ik hem pack, dan word ik echt blij. Dat is echt een geluksmomentje voor mij. Oh. Ik kom er een best wel goed team. Maar we gaan winnen. Easy. Ik heb trouwens voor jullie eergisteren Barcelona gezien in de Champions League tegen Inter. Want ik keek het Switch-programma waar ook Ajax speelde. Dus het was niet zo van, oh cool, ging expres naar Ajax kijken. Nee, ik heb gewoon het Switch-programma gekeken. Alleen die Langlet was slecht. Dat stond echt helemaal nergens op. Die kan er echt geen reet van. We gaan nu trouwens achterkomen hoe goed onze Smikkelbeer Rijkaard is. Nou, ik kan dus niet voor dat hij er iets van kan. Maar ja, daar komen we straks wel achter. Ik heb echt alweer vrij lang geen FIFA gespeeld. Maar maakt niet uit. Rijkaard. Ah, lekker. Goed ertussen, man. Lekker gedaan. Gewoon niet ertussen. Niet eenzaam ik ben. Zo één. Nee. Ik ga niet zingen zonder autotune, dat kan namelijk niet. Saai, tuurlijk kan ik dat. Hallo, ik ben Nachtegaal. Merry Xmas. Daar gaat hij al, Neymar. Zien we daar OC'er toe rennen? Nee, die zien we niet. Dat is Dembele. Jammer. We halen hem terug. Geef een tikje mee op OC'tje. OC'tje. Oh, ik schiet hem zo binnen meteen. Dat zou wel lekker geweest zijn. Dat zou heel erg lekker geweest zijn. Nou, dit is niet lekker. Ah, delay. Oh, OC'tje, lekker. Oh, OC'tje, doe maar. Oh. Oh nee, oh. Meteen kort, sluiting, rustig aan, jongen. Gek. Ja. Ah. OC! Oh, wat een ruimte! OC! Toe! Oh! Goeie paas. Nee, maar. Kijk, hij is helemaal kwijt, hè? Mijn tegenstander. Hij is helemaal kwijt. Hij weet niet wat hij aan moet met OC toe achterin. Mijn tegenstander, trouwens, die loopt 15 jaar voor. Die speelt eigenlijk op de PS7, zoals je kan zien. Dit is echt humor! Jawel. Stem op mij. DNPNL, feed, beste comedy. Mensen, als jullie dit kijken, nog één dag is de dingen in packs. De Champions League kaarten. Koop nu je tegoed bij ikwiltegoed.nl en spaar voor korting. Na elke bestelling krijg je tegoedpunten op je account. En wat dat betekent? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Jawel, dat weet ik wel, want ik heb de website gemaakt. Wat dat betekent? Is dat je op je volgende bestelling... Ja, scheid, jongen. Op je volgende bestelling kan je de groepen inwisselen. En dan heb je altijd korting. Vanaf dan heb je altijd korting op je bestelling. Is dat even top? Dat wil je toch, mens? Dat wil je toch, dames en heren. Koeken en peren. Val hem aan. Hij scoort. Wie scoort hij nou? Wie is dit? Politano, dat kan toch niet. Speel bij Inter, die kan er niks van. Het is ook die ballen. Dat verklaart een hoop. Ja, hij is ook links. Dus ja, wel terecht iedereen gaat daar. Ja, ik vond er weinig tegen in te brengen. Goed schot tegen het bolletje wol aan. Ja, niks mis mee. Als goed is heb ik bijna Roomsoes de Kat vrijgespeeld, mensen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Daar hebben we echt allemaal, daar kijken we allemaal naar uit, hoor. Dat is wel het moment in het leven dat je denkt van nou, nu wat is dit nou voor paas? Het is een meddel. Wat is het nou?
Ah, nice. 2-0 achter. Potato, dat kan toch niet? Oh nee, Martinez. Maar ze wil ook bij Inter. Die heb ik trouwens gepakt. En voor de mensen die niet zin hebben, kijk mijn vorige video op mijn kanaal. Hé, waarom sta ik ineens 2-0 achter? Deze gast kan daar helemaal niks van. Hè? Ja, ik ook niet. Maar hij ook niet. Ik, in 2 minuten ineens. 2 schoten, 2 goal. Boom, boom, goal. Oké. Okay. Mensen, ik wil jullie even bedanken voor het feit dat jullie toch altijd trouw mijn video blijven kijken. Terwijl ik heel erg slecht ben. Nee, ga hem terugleggen. Nee, schiet hem gewoon weer binnen. Hoe kan dit? Hoek, ik sta 3-0 achter Jantje. Oké, tijd om weg te wezen. Dit kan niet. Doei. Oké, mensen, daar zijn we dan met de allereerste pot die we gaan spelen. Nee, niemand gelooft dit. Niemand gelooft dit. Nee, want ik heb net alles laten zien al. Niemand gaat dit geloven. Nee, maar het ging in voorpotje, ging even iets fout. Waarom speel ik ook weer met rijkaart? Oh. Wat is hier links buiten voor kaart? Zijn team met ook machine. Hij heeft verkeerd machine geschreven. Machine. Wat? Het is gewoon weer een goed team waar ik tegenkom. Hier ben ik helemaal niet blij mee. Ik word tegen slechte teams. Tegen Ocetu. Nee. Ocetu is goed. Ocetje, toetoetje. Ze hebben het op een gegeven moment. Ocetu voelde zich helemaal mannig. Die ging met de DM sturen. En om allemaal dingen vragen. Waar ik helemaal geen zin in had. Oce, goed. Oce! Oh. Het is groen, het is geel, het is... Ik heb geen flauw idee. Een verrotte appel? Nee. Zit ik weer aan verrotte appels te denken? Sta ik weer achter? Ik ben zo slecht. Hoe ben ik zo slecht? Ik moet echt meer FC Glory kijken, denk ik. Het is ook, zeg maar, als je echt geconcentreerd gaat spelen en, zeg maar, echt gaat tikken, gewoon constant. Uiteindelijk kom je erdoor en dan score je ook meer. Maar het probleem is, ja, ik heb daar echt het geduld gewoon niet voor. Maar ja, dat is echt triest eigenlijk. Dus ik ben hyper intelligent en zo, dus daar kan het allemaal niet aan liggen. Het is echt weer heel slecht. Rijkaard. O.C. Toetoe. O.C. Toetoe. O.C. Je toetoe. OC'tje. Toetoe. 25.000 likes. Ik maak de OC toetoe happy birthday. Nee, dat ga ik echt niet doen. Dit ga ik oprecht niet doen. Nee. Dit gaat niet gebeuren. Nee. Mensen, wat vond je van het trekken eenzaam? Wat vond je van mijn zangkunsten? Het is koud, het is keel. Ik heb niemand om me heen. Maar ik heb vroeger in een koor gezeten. Dat is waar. Het kerstkoor op school. Every day I miss OC. Every day I miss OC. Every day I miss OC. Ga erop, Carlos Alberto. Je bent echt slecht op CDM. Moest van FC Glory. Nou, is helemaal slecht. Dikke vette roots. Dikke vette roots. Heb ik dat filmpje laten zien, mensen? Van dat kind wat dikke vette huts kon zonder... Zonder effect. Zo niet, er komt er nu in. Maar... Wat ik nu toch meemaak. Iemand kan hutsen in het echt. Dikke vette huts. Echt heel erg goed. Dikke vette huts. Dikke vette huts. Kan je dit nou beter? Stuur het zeker naar mij op mijn Instagram. Mijn Instagram is Koen. K-O-E-N. Volg mij nog niet. Dan is er iets mis in jouw dikke vette edde. En mensen, volg mij even op Insta. Dan heb ik meer volgers. En dan kan ik meer geld vragen. Dus doe even. Doe het voor mij. Hoef ik ook minder advertenties in deze video's te doen. Als ik ook meer advertenties op Instagram kan doen. Dus ja, daar doen we het voor toch. OC'tje met een bal. Wat een bal. Mbappé. Oh, Kylian! Op een C. Oh, C kan hem uit. Oh, een C. Oh, die is slecht. Dat is niet normaal. Hier word je toch niet goed van. Het is toch een mooi doelpunt ook. En daar word ik echt dus niet lekker. Daar ga ik echt niet lekker op. Semedo. Semedo. Boom, en langs. Jawel. Semedo nog een keer. Op een C'tje. Een C. Wat een goal. Oh, ik weet niet waar het zoeken moet. En dan is OC'tje daar met de eerste goal. Jawel, is het toch echt een wereldspeler. En wat een fantastische actie van Semedo. En wat een loopactie van de spits. Dan zie je echt, er komen 2 nieuwe spelers in en gelijk begint te lopen, jongen. Dat is niet normaal. Schiet. Oh, OC. Boom. Oh, nee, Neymar. Boom. Ronaldo. Boom. Naast. Mensen, stream eenzaam op Spotify. We hebben bijna 250.000 streams. Nou, dat is wel vrij huts, moet ik zeggen. Ik hoop met kerst, we hopen met kerst, de 1 miljoen streams te halen. Dat zou echt lekker zijn. 1 miljoen streams op eenzaam. Eenzaam. Ik heb... Nee. Hoe kan dit nou? Zijn allereerste kans. Ja, de tweede helft, hè. Wel te verstaan. Ze met de voorzet op. Nee, dit kan toch niet. Dit geloof je toch niet? Dit is toch niet te geloven? Keeper. Wat doet mijn keeper nou weer? Wat was dat nou? Ja, nu weet ik waarom ik verlies. Zag je dat? Ik doe gewoon op driehoekje. Wat een gek. Hoe kan dit nou weer? Hij mocht gewoon niet uitkomen of zo, want hij dan de bal gehad had, denk ik. Ik weet niet of dat echt de reden is. Bam, 3-2. Kom aan, het kan nog. Ah ja, even achterin rondspelen. Lekker. De Vision Rival. Ik speel de Vision Rival. Ik moet winnen. De Vision Rival. Nou... Leuk. Op naar de volgende. Komen we tegen weer een, prima team. Hij heeft die Sokko. Hij wil. Zeker gepakt. Matt en ik hopen er echt altijd op. Maar helaas, hij heeft hem gewoon. Waarom ren ik met al mijn spelers langs hem? Nee. Oh, dat gaat liggen. Maar dat deed lekker niet. Ah, nu ga ik hem afvakken. Bam. Nee, ik zit er weer naast. Oh. Ah, maar dit...
Hij doet een panenka. Die vuile, vuile doet een panenka. Op Den Belen. Op Den Belen. Den Belen nog steeds in de bal. Den Belen legt hem gewoon voor. En die. En dan op. Ja, ja, hij haalt mij ook neer. Ja, 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 ja. Ik vind een rood kaartje, maar die krijgt hij dan maar niet. Dat vind ik jammer. Ah, nice. Oké, we staan 1-0 achter bij rust. Kom, geef me nog een kans. Mensen, bedankt voor het kijken. Dit ging niet heel goed. Ik zie jullie bij de volgende video. Adiosjes, adiosjes. Dit was zo slecht. Oh, zie je dat toe? Zo slecht, doe je? Dingen met de hut. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in.